بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنا فوقند ويك إن شاء الله بخينا بهالف زيفة بلاس فان زيسير هالف زيفة إن شاء الله. باب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في صفة الصلاة. باب في صفة الصلاة. تخريفر حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان heeft in dit hoofdstuk, in deze, in zijn boek, de zaken van Salah behandeld. Onder andere de fundamenten, arkan Salah en al-wajibat, wajibat al-Salah, de verplichtingen in het gebed en de aanbevolen zaken in het gebed hebben we behandeld. En daarna is de schrijver overgegaan, zoals ook andere geleerden dat altijd doen, met een beschrijving geven van het gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de sifatu salah, sifa, is eigenlijk de hoedanigheid en de beschrijving van het gebed, hoe het gebed verricht moet worden, de handelingen die we hebben behandeld. Alleen nu gaan we niet stoppen bij de oordeel daarvan, maar bij de vorm van hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam het gebed heeft verricht en de volgorde daarvan. En zoals wij die kennen. En zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat heeft verricht. En zoals ik zei, de geleerden, die nemen dit altijd op in hun boeken. Sifatul Salat al-Nabi. En ook bijvoorbeeld Sifatul Hajj. Zoals in heel veel boeken staat. En de bedoeling natuurlijk, zoals ik eerder zei, is dat wij van deze beschrijving kennis nemen. Zodat onze daden die wij verrichten, het gebed en andere daden, andere aanbiddingen, dat die volgens de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, yani worden verricht. Vandaar dat we deze beschrijvingen van deze aanbiddingen leren. En over het gebed, beschrijving van de salah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, daar is natuurlijk een bekend, beroemd boek over geschreven, die ook vertaald is naar vele talen, onder andere naar het Nederlands. Een boek van Sheikh al-Imam Muhaddith al-Asr, Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Zijn boek, beschrijving van het gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Sifatul Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yani dat bekende en belangrijke boek is een goed boek en een van de beste boeken, misschien wel yani de beste boek sowieso, die vertaald is naar het Nederlands. Over dit onderwerp, beschrijving van de salaat van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In principe moet iedereen yani dat boek lezen, zodat hij de salaat van de profeet sallallahu alayhi wa sallam kan volgen alsof hij het ziet, zoals de schrijver het boek ook heeft genoemd, alsof je de salaat van de profeet sallallahu alayhi wa sallam ziet. Dus dit is een belangrijk boek van Sheikh al-Albani en die is te koop in de boekhandels. De schrijver zei: باب في صفة الصلاة. بعد أن بينا أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية، نريد أن نذكر صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسب ما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون قدوة للمسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإليك سياق ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه واستقبل ببطون أصابعها القبلة وقال: الله أكبر. الشريف حفظه الله تعالى zoals ik zei dat hij hier de beschrijving van de salaat van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zal behandelen, zoals hij zegt, zodat het voor ons, zodat wij daarna handelen, want de profeet sallallahu alayhi wa sallam is onze voorbeeld en hij zei specifiek over het gebed: sallu kama ra'aytumuni usalli, bid zoals jullie mij hebben zien bidden. De schrijver zei: kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila salah istaqbala al-qibla. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, als hij in het gebed stond,
richtte hij zich naar de Qibla. Hij richtte zich naar de Qibla en heft of hief zijn handen op. Hij hief zijn handen op en met zijn binnenkant van zijn handen en zijn vingers richting de Qibla. En zei Allahu Akbar. Zo deed de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zo begon hij het gebed. Als eerste wat hij deed, is hij nam de intentie. Bijvoorbeeld als iemand gaat bidden, dhuhr, neemt hij de intentie dat hij dhuhr gaat bidden. En dan staat hij in het gebed richting al-Ka'ba, richting al-Qibla. En de intentie in het gebed wordt niet uitgesproken, maar dat vindt plaats in het hart. Intenties wordt niet uitgesproken en het uitspreken van een intentie behoort tot al-Bida', tot innovaties. Dus je staat in het gebed en je hebt de intentie in je hart en je richt je naar al-Qibla en je heft je handen op of tot aan je oren of tot aan of ten hoogte van je oren of ten hoogte van je schouders, zoals we eerder hebben gezegd. En de handen richt je ook richting al-Qibla met de binnenkant van je handen naar al-Qibla toe. En dan zeg je Allahu Akbar. En deze Allahu Akbar wordt takbirat al-Ihram genoemd. Takbir al-Ihram, de openingstakbir. Hij zegt: thumma yumsiku shimalahu bi yaminihi. Thumma yumsiku shimalahu bi yaminihi wa yada'uhuma ala sadrihi. Na het zeggen van Allahu Akbar, openingstakbir, leg je je rechterhand op je linkerhand, je rechterhand op je linkerhand, op je borst, zoals we ook hebben aangegeven. Thumma yastaftihu, wa lam yakun sallallahu alayhi wa sallam yudawimu ala istiftahin wahid, fa kullu istiftahatin thabita inda عنه يجوز الاستفتاح بها ومنها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Nadat je je rechterhand op je linkerhand hebt gezet op je borst, maak je of open je de sala met dua al-istiftah, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deed. De opening smeekbede al-istiftah is het openen, dua al-istiftah is de opening smeekbede. En de schrijver, hafidahullah, hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet de gewoonte had om één dua aan te houden. Maar hij wisselde af. En elke dua die overgeleverd is, die authentiek is, mag gebruikt worden. Sterker nog, het is beter om af en toe om te wisselen, van dua naar dua te wisselen. Zodat je deze sunna of sunnan in leven houdt. En ook dat je meer geconcentreerd bent in je gebed wanneer je bewust een dua uitkiest. Dus het beste is het veranderen of het omwisselen van deze ad'iya, deze opening smeekbedes die overgeleverd zijn van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij noemde als voorbeeld subhanak allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Hij zegt: thumma yaqul wa a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Na de openingsdua, dua al-istiftah, zegt degene die bidt: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Of hij zegt een andere vorm van isti'adha: A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim, of A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhi, of A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhi. Yani wat er is overgeleverd mag gebruikt worden. Thumma yaqra'u fatihat al-kitab. Hij zegt: Thumma yaqra'u fatihat al-kitab. فإذا ختمها قال آمين. Daarna, nadat degene die bid toevlucht heeft gezocht bij Allah subhanahu wa ta'ala voor de duivel, a'udhu billahi min ash-shaytan rajim, en bismillahir rahmanir rahim heeft gezegd, reciteert hij surat al-fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. En het is van de sunna om deze sura te reciteren, aya voor aya, vers voor vers. En alhamdulillahi rabbil alamin, en dan stop je, ar-Rahman ar-Rahim, stop je, Maliki yawmiddin. En zo maak je de sura af. En die aya, vers voor vers. En op het einde zeg je amin. Op het einde zeg je amin. En dit is zowel voor de imam als voor degene die achter de imam bidt, als degene die alleen bidt. Het zeggen van amin. En het reciteren van surat al-Fatiha,
hebben we ook eerder behandeld. Yani, als iemand, dat is ook voor de imam en voor degene die achter de imam bidt en voor degene die alleen bidt. Behalve als de imam hardop reciteert, dan hoeft degene die achter de imam bidt Fatiha niet te reciteren. Volgens yani een uitspraak van bepaalde geleerden. En tijdens het reciteren van de Fatiha, of tijdens het bidden helemaal, kijkt iemand naar de plek van zijn sujud. Kijkt iemand naar de plek van zijn sujud. Yani niet naar rechts of links, maar voor je kijken. En naar de grond kijken, naar de plek waar je sujud verricht. Behalve tijdens het tashahud. Dan kijk je naar je vinger, naar je wijsvinger die je beweegt. Hij zei, hafidahullah ta'ala, thumma yaqra'u ba'da thalika surah. صورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء ويسر القراءة فيما سوى ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية. دارنا زد سخرايفر حفظه الله تعالى. Na het reciteren van de Fatiha en het zeggen van Amin, reciteer je een sora. Reciteer je yani een andere sora. Of een deel daarvan. Yani ayat, een aantal verzen. Dat is ook toegestaan, zoals de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Quran. Zoals hij zei tegen al-Arabi. Dus het reciteren van een sora. En de schrijver zei. Tawilatan taratan, soms yani, was dat lang, yani de salaf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, soms reciteerde hij een lange sora en soms yani, een korte sora en soms yani, midden daarvan, yani, niet lang en niet kort, en dat hing af van het gebed en soms hing het ook af van de situatie waarin hij zat. Bijvoorbeeld als hij op reis was, reciteerde hij vaak yani, kleine soras, ook in fajr heeft hij tijdens zijn reis gebeden met قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ yani, of tijdens als iemand ziek is, als iemand zwak is bijvoorbeeld, reciteert hij ook kleine soras. Yani, hangt af of bijvoorbeeld als iemand aan het reciteren is en hij hoort een kind huilen. Yani, als er aanleiding is om een kleine sora te reciteren, reciteer je een kleine sora. En وطويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات أن صلاة الفجر dat daarin reciteerde hij vaak lange suras, langer dan andere, zoals is overgeleverd dat hij yani, qaf reciteerde of iqtarabat as-sa'a yani, van zulke suras van zulke surat of al-waqi'a of al-toor. Yani, surat al-fajr reciteerde hij normaal gesproken langer dan andere gebeden. Langer dan andere gebeden. Maar ook is er overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in fajr bijvoorbeeld idha zulzila heeft gelezen. Zelzala. Idha zulzila al-ardu zilzalaha heeft hij ook gelezen, iets overgeleverd. Maar het meeste wat hij reciteerde in Fajr waren lange surat. Soms wel 100 ayat. وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأولين من المغرب والأوليين من المغرب. En als het gaat om het hardop reciteren of zacht reciteren, yani hij reciteerde hardop in surat al-Fajr op surat al-Fajr of in Salat al-Fajr, gebed van al-Fajr, reciteerde hij hardop. En ook de eerste twee van Maghrib en de eerste twee van Isha en de rest reciteerde hij zachtjes. En tot de gewoonte van de profeet sallallahu alayhi wa sallam was dat hij de eerste rak'a langer maakte als de tweede rak'a. Zoals de schrijver zegt, wa kana sallallahu alayhi wa sallam yutilu rak'ata al-ula min kulli salatin ala thaniya. De eerste rak'a maakte hij langer als de tweede rak'a. De eerste twee waren langer als de laatste twee.
deze hadith staat ook in Bukhari, hadith Qatada radiyallahu anhu, Abi Qatada radiyallahu anhu, wanneer hij zat van kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yutilu fi al-ula ma la yutilu fi al-thaniya. ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح ثم يقول الله أكبر ويخر راكعا ويضع يده يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويمكنهما ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه ويقول سبحان ربي العظيم. نظرت هاي هيف خريستيرت الصورة في الفاتحة أن الصورة زغت هاي أو هفت هاي زي هاندو أوب zoals hij dat heeft gedaan in het begin van het gebed. Ja, niet ten hoogte van de oren of ten hoogte van de schouders. Hij heeft zijn handen op en hij zegt Allahu Akbar. Hij zegt Allahu Akbar en hij gaat naar een rukoor. Hij gaat naar een rukoor en hij legt zijn handen op zijn knieën met gespreide vingers. En hij leunt of steunt op zijn knieën en zijn rug recht en zijn hoofd parallel aan zijn rug, niet omhoog en niet omlaag. En hij zegt Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim zegt hij minimaal één keer. En hij mag drie keer zeggen. Dat is aanbevolen. En als hij nog wil, zegt hij Subhanak Allahumma wa bihamdik. Allahumma gfirli subuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. Yani ad'iya die overgeleverd zijn in rukoor, zijn nog aanbevolen om dat te zeggen tijdens een rukoor. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع. Na een rukoor zegt hij weer Allahu Akbar. Of na een rukoor zegt hij Sami Allahu liman hamida. En hij komt terug van de rukoor naar boven met zijn hoofd omhoog. En hij zegt Sami Allahu liman hamida. En hij heft zijn handen ook op. De profeet sallallahu alayhi wa sallam hief zijn handen ook op als hij terugkomt van rukoor. En hij zegt dan Sami Allahu liman hamida. En Sami Allahu liman hamida hebben we ook gezegd. Dat is voor de imam. En voor degene die yani alleen bidt. En sommigen hebben ook gezegd dat ook degene die de imam volgt, dat ook zegt. فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك ربنا لك الحمد وكان يطيل هذا الاعتدال. Als hij rechtop stond na het terugkomen van een rukoor, en hij stond rechtop in het gebed, rechtop, dan zei hij ربنا لك الحمد of ربنا ولك الحمد. Of Allahumma Rabbana lakal hamd. Of Allahumma Rabbana walakal hamd. Yani al deze versies zijn overgeleverd. En als hij nog wil, is het aanbevolen om te zeggen hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahlu thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Dit mag allemaal gezegd worden als iemand terugkomt van een rukoor na het zeggen van Rabbana walakal hamd. En hij zei wa kana yutilu hadha al-i'tidal. De schrijver zegt van dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani lang recht op stond, yani zodat hij deze dua kon verrichten. Thumma yukabbiru wa yakhirru sajida. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه فيسجد ولا يرفع يديه فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة ويعتدل في سجوده ويمكن جبهته وأنفه من الأرض ويعتمد على كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي عضديه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. دارنا زاد سخرايف حفظه الله تعالى ثم يكبر ويخر ساجدا. أس هاي ستانتس تخكم فن الركوع يكبر زغت هاي الله أكبر أن هاي خات نار السجود هاي زغت أن هاي هفت زن هاندن دانيت أوب. Yani, tijdens het gaan naar sujud hef je handen niet op zoals je dat doet bij het gaan naar rukoor. فيسجد على جبهتيه وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه. Dus bij het gaan naar sujud hef je handen normaal gesproken niet op.
Alleen als je dat soms doet, zoals het is overgeleverd, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani, dat soms deed. Dat hij soms, yani, ook op andere momenten, zijn handen ophief. Maar normaal gesproken deed hij dat niet. Was niet zijn gewoonte. Want Ibn Umar radiyallahu anhuma, toen hij deze, het opheffen van handen heeft overgeleverd, zei hij: wa kana la yarfa'u fi sujud. Yani, hij heeft is iets bevestigd en hij heeft iets ontkend. En daarom zeggen sommige geleerden van zelfs, yani, soms ook niet. En die van helemaal niet opheffen. Want Ibn Umar heeft bevestigd en ontkend. En ik herinner me dat een keer Sheikh Abdul Bukhari, hafidahullah, heeft gezegd. Hij zei, en je kan hier niet zeggen van dat ja, Ibn Umar, of dat degene zeg maar, die het heeft bevestigd, meer kennis heeft dan Ibn Umar. Yani, dat bevestiging gaat voor ontkenning. Hij zegt, Ibn Umar heeft hier, hij zegt, athbata bit tafsil wa nafa bit tafsil. Yani, hij heeft kennis van wat de profeet heeft gedaan en wat hij niet heeft gedaan. Dus hij zegt van, hij heeft dit bevestigd en hij heeft dit ontkend. En daarom zeggen sommige geleerden van, dat je niet meer opheft. Na het terugkomen van Rokot, Sami'a Allahu liman hamida, hef je niet meer op. Behalve natuurlijk wat is overgeleverd als je terugkomt van tashahud. Als je terugkomt van tashahud. Maar waar het om gaat is van, normaal gesproken als je naar sujud gaat, hef je handen niet meer op. Ook niet bij het sujud, ook niet als je terugkomt van sujud. Behalve na het tashahud, wanneer je weer opstaat, yani, hef je handen op. Of wanneer je nog zit, hef je handen op als je richting al-qiyam gaat. فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه. السجود زوس زايد البروفيت صلى الله عليه وسلم زاي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وعلى الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم فرخت السجود وبديزا زي بلكة يعني زين فورهوفت ان زين نوس ان زين هاندا ان زين كنية ان زين zijn tenen, deze zaken of deze plekken van zijn lichaam waren op de grond, zaten op de grond tijdens het sujud, tijdens het sujud met zijn tenen richting al-qibla. ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة زين فينغرز زين تين زين ريختين القبلة تايدس السجود ويعتدل في سجوده ويمكن جبهته وأنفه في الأرض من الأرض ويعتمد على كفيه ويرفع مرفقيه تايدس السجود als hij zijn handen op de grond legt houdt hij zijn ellebogen van de grond af. Ellebogen mogen niet op de grond zijn tijdens het sujud. Dus deze houding is fout tijdens sujud. Tijdens sujud leg je je handen en je ellebogen omhoog. Je ellebogen mogen niet op de grond komen. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het afgeraden. Hij zei: Ida sajadta farfa' mirfaqayka. Fada' yadayka warfa' mirfaqayka. Fada' yadayka warfa' mirfaqayka. Alleen leg je handen yani, en hou je ellebogen van de grond af. Ellebogen mogen niet op de grond plaatsnemen. ويجافي ويرفع مرفقيه ويجافي عضديه من جنبه ويجافي عضديه من جنبه. Zoals ik ook eerder zei, de armen hou je op een afstand van je lichaam. Je plakt niet je armen aan je lichaam, maar yani, je probeert ze ver van je lichaam af te houden. Zo, deze manier. ويرفع بطنه عن فخذيه. En ook je buik plak je niet vast aan je bovenbenen en aan je benen, maar alles uit elkaar. En met je yani, je buik en je benen van elkaar, zo ver mogelijk van elkaar, maar niet totdat je bijna in liggende houding komt, maar ook niet dat je jezelf helemaal inkrimpt, maar midden. ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وكان يقول سبحانك وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. عند البروفيت صلى الله عليه وسلم زي إذا السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أن دريكير أن أشنوخ فيل زخية سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس
رب الملائكة والروح. أي كان نوخ أدعية زخة سميك بيت زخة ديفيا عند النبي صلى الله عليه وسلم زاي. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء وفاجتهدوا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. يعني تاز السجود بي هدخت باي هتميز دخت باي الله سبحانه وتعالى عندنا استوك آم فولا ومفيل الدعاء تفريخته. ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليه ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. أن هات فرخت فن السجود نات فرخت فن السجود كم يا أب أستايا ذير أب فن السجود أي زخت الله أكبر. أن هات زخف فن الله أكبر هات زخف فن الله أكبر خبرت يعني تسد تفي تسد تفي أركان تسد تفي فندمنت إن زخيا الله أكبر نيد داش تموت خان فرلنغا داش تفا الله أكبر ناي مار يبخينت يعني فنير يا فن دا إن نادا أندر خات زخيا الله أكبر وني أوبس زخيا الله أكبر. يعني إذا هيت الله أكبر أي بين دخي السجود إذا هوكت الله أكبر أي زيت أل ما إذا فنير يا أوبس تات زخيا الله أكبر أوك فنير يا ركوع خات زخيا الله أكبر أي خات يعني نار الركوع. دوس ديز الذكر هورت نيت تايدنس الركن مار ديز الذكر الله اكبر اس الذكر دي مدون تايدنس دي الركن ان تايدنس اوف فان دي اين الركن نا دي ان الركن ان ديز بيريودة ان دي هاندلين زخي الذكر زخي الذكر الله اكبر او سمع الله لمن حمده. ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. أن أشي أبسطات فن السجود دان زيتش أوبي لينكر أوبي لينكر فوت أن يرخت فوت أمهوخ مدتين رختين دي قبلة مدتين رختين دي قبلة أي هاند لخي أوبي داية. ثم يقول أي زخت اللهم اغفر لي أن دافور زخي ربي اغفر لي ربي اغفر لي عندما خينو زخا اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. دانا ثم يكبر ويسجد ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى. دانا زختي زخفر الله أكبر أي خاتفير نار السجود أي دوت دار واتش بايد فورخ السجود دي أي زخت أوك واتش بايد فورخ السجود هفخ زخت. ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يرفع رأسه مكبرا يزخت إن السجود فتشي بخزاف إن إير السجود أنظر يعني يزخت سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أي مخ يعني إكسترا دون بدك نتزاي الدعاء دي بخدام مخ يأس إكسترا دون هتسيت فليخت فن فتشي بسيس بخزاف مو يأوك زخة ده سيد بدولين مع فتشي بخزاف أنظر سبحان ربي العظيم ده زخي أو سبحان ربي الأعلى ده زخي أوك إن تفيدة يعني السجود. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه. نادى تفيد السجود السجدة ستاي أوب هذا ستاي أوب هفي هوفت أوب أي زخت الله أكبر الله أكبر أن يستات أوب أي يستات أوب وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه. يعني ستاتوب نا ده تفيد ركعة ان السخرايفر هيفت اوك ان بخين باي السنن هيفت اوك نيت اوبخنومت دات هيفت اوك ده جلسة استراحة تو نيت اوبخنومت مار ما هابتو خزاكت فان اتس بيتر ام ده جلسة استراحة تفريخته ان ده زيت باوز تفريخته ان دان موتش اهلك ارس خان زيته ان دان بس تايه اوب ان ديزه جلسة اس اوفر خليفرت ان هاتي السنة عند خينا دي زخ فان دات السنة اس مطلقة اس دي زخ فان اتس بيتر ام ارست تزيته دان بس اوبستان ان اندر خلير دي سومو خيابة خزاكت فان دات ديزه جلسة استراحة اس السنة ما زابة خزاكت فان اتس السنة اس نودخ اس يعني نيت فو ايدرين مار اس نودخ اس يعني اس ايمان فو بلد اوت اس اوف اس ايمان زيك اس اوف ايتس اندرس ان ديتس اوك دي ميني فان دي شيخ فان دات هاي جلسة استراحة يعني نيت هيفت اوبخنومت ان in zijn boek. Maar we hebben toen gezegd van dat de hadith van Malik ibn Huwairith
is in Bukhari, is overgeleverd. En dat ook geleerden hebben gezegd dat het gewoon een sunna is, mutlak. In welke situatie dan ook, dat het gewoon een sunna is, in wat voor situatie dan ook. Een aantal geleerden hebben dat gezegd en dat lijkt mij yani, ook het meest juiste. Dus wanneer je terugkomt van het sujud, zit je eerst kort en dan sta je pas op. En tijdens deze zithouding, deze istiraha, is er geen wikker. Is er geen wikker, je doet verder niks. Je zit even en je gaat weer omhoog. فإذا استتم قائما أخذ في القراءة ويصلي الركعة الثانية كالأولى. En als hij weer opstaat, dan begint hij weer met reciteren van de Koran. En hij verricht handelingen zoals de eerste rak'a. Deze tweede rak'a bidt hij zoals hij de eerste rak'a heeft gebeden. Totdat hij weer bij sujud is, en hij komt terug van sujud, dan moet hij het tashahud verrichten. Het tashahud verrichten. En het tashahud verricht je na de tweede, yani rak'a, bij het dhuhr en bij het asr en bij het fajr en het maghrib en het isha. En richt je het tashahud bij de tweede, na de tweede rak'a. En dan zit je ook weer op je linkervoet en je rechtervoet overeind met de tenen richting al-qibla. Met de tenen richting al-qibla. Hij zei, ثم يجلس للتشهد الأولى أو الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة ويشير بأصبعه السبابة وينظر إليها ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة. الشايخ حفظه الله زخت نادى تفيد ركعة زيتش فور التشهد أي زيت دهاودين زو ألشي زيت tussen de twee sujuds in. Dus op je linkervoet en rechtervoet omhoog met de teen richting de qibla. En je legt وَيَضَعُ إِبْهَامَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى أُصْبُعِهِ الْوُسْطَى. يعني je verricht tashahud en je legt, je houdt je duim hou je tegen je wijsvinger aan. Zoals yani, een cirkel. En met je wijsvinger, je duim hou je tegen je middelvinger aan en je wijsvinger, daar wijs je mee. Net een cirkel, je maakt een cirkeltje met je duim en je wijsvinger. Of je duim en je middelvinger. En je wijsvinger richting de qibla en die beweeg je. En dan zeg je attahiyatu lillah, salawatu wa tayyibatu, wat de schrijver net heeft opgenoemd. En je wijst met je wijsvinger en je beweegt hem en je kijkt ernaar. En een andere vorm is dat je een vuist maakt. Je maakt een vuist en je haalt je wijsvinger eruit. Zo. Je maakt een vuist en je haalt je wijsvinger eruit en je beweegt hem. Dat is één vorm. En de andere vorm is wat ik net zei. Je duim tegen je middelvinger. Maak je een cirkel van. En je beweegt hem en je zegt het dhikr. Tashahud, tahiyatu lillah, wa salawatu, wa tayyibatu, salamu alayka, ayyuhan nabi. Of je zegt assalamu ala nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. En je maakt het af. En je mag daaraan nog toevoegen. Salah of de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidul majid. Yani salah al-Ibrahimiyyah. Thumma yanhadu mukabbiran fayusalli al-thalithata wal-rabi'ata. Wa yukhaffifahuma ala al-ulayayni. Wa yakra'u fihima bifatihatil kitab. Als het gebed bestaat uit vier rak'a's, bijvoorbeeld het dhuhr of het asr of het isha, dan sta je op van de tweede rak'a, omhoog en dan doe je takbir, Allahu Akbar, en je heft je handen op.
Je heft je handen op. Dit is de vierde plek waar je je handen mag opheffen. Je heft je handen op. En je bidt. Je gaat beginnen met reciteren. En de twee laatste rak'a's worden korter dan de eerste twee rak'a's. Ze worden korter in alles. Ja, en normaal gesproken is sunnah dat je ze korter maakt. Zowel in reciteren. Ook als in ruku', als in sujud, als in al-qiyam. Bij Sami Allahu min Hamida. Je maakt ze korter dan de eerste twee rak'a. Als je bij de eerste twee rak'a je meteen yani, dua doet en meer doet dan wat nodig is, dan doe je bij de laatste twee, maak je ze korter. وَيَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Je reciteert فَاتِحَةِ الْكِتَابِ yani, alhamdulillahi rabbil alameen. Reciteer je in de laatste twee rak'a. De laatste twee rak'a leest je alleen al-fatiha. En als je af en toe naast al-fatiha nog een surah leest, is dat ook toegestaan, want dat is ook overgeleverd. Zoals we eerder hebben genoemd in de vorige les. ثم يجلس في تشهد الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها على الأرض وينصب رجله اليمنى أو يخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض. Na de tweede tashahud, na de tweede tashahud, of tijdens de tweede tashahud, laatste tashahud, tashahud al-akhir, zit je mutawarrika, zo heet deze zitting, het tawarruk. En die andere heeft iftirash, dit heet het tawarruk. En het tawarruk hebben we ook in de vorige les behandeld. En dat is dat je yani, je linkervoet laat je naar buiten komen van, of je linkervoet doe je, laat je langs je rechtervoet naar buiten komen, daaronder. En je rechtervoet gewoon staand. Zoals bij de andere zittingen. Rechtervoet staand. Met de tenen richting. En qibla. En je zit op je achterwerk. Ja, je zit op je achterwerk aan de zijkant van de linkerzijkant. Dat is het tawarruk. Ben yaj'ala dhahraha 'ala al-ard. Wa yansibu rijlahu al-yumna. Aw yukhrij rijlahu al-yusra an yaminihi. Wa yaj'alu al-yatayhi 'ala al-ard. Al-yatayn. Dat is je achterkant. Achterwerk. ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يتشهد التشهد الأخير وهو كالتشهد الأول ويزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية. دانا زيتش فور ذا لاست تشهد عندي إز زو أز ذا إيرست تشهد عليه فوق دار أنتو ذا الصلاة أوف ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عندي إز فوق دار أنتو ذات إز فبليخت إن ذا لاست تشهد إن ذا إيرست تشهد إز نيت فبليخت ما إز أنبفولن. En daarna, na het tashahud, يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. Na het zeggen van het tashahud en het salaat van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoek je toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala voor vier zaken. Min عذاب جهنم, voor de kwellingen in of de voor de straf in de hel, of de bestraffing van de hel en de kwellingen van het graf, en voor de fitna van al-mahya wal-mamat, en fitna van al-masih al-dajjal, voor fitna van het leven en fitna van al-masih al-dajjal. En daarna, nadat je dit hebt gedaan, mag je smeekbedes verrichten, mag je dua doen bij Allah subhanahu wa ta'ala, en je mag vragen wat je wil, want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei thumma liyatayakhar liya تخير من المسألة ما شاء. تخير من المسألة ما شاء. Je mag dua verrichten daarna. En je mag vragen wat je wil. En het beste is als je dua's kiest die overgeleverd zijn in de sunnah. Zodat je dua's correct zijn. Dat je ook nog de beloning krijgt voor het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك يعني السلام عليكم ورحمة الله يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات. درنا أصلاس سلايتش أوف أن زخ السلام عليكم ورحمة الله أي مخزخ أوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفنتو أجدت أفنتو دونت إسخوت وندتس أوفي خليفة من البروفيت صلى الله عليه وسلم. Die zei ook af en toe, die voegde af en toe wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En bij de tweede zei hij dan, bij de andere kant zei hij dan, assalamu alaikum wa rahmatullah. Zonder, yani wa barakatuh. Of assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum mag ook. Maar dit is wat je als laatste doet. Assalam. En hiermee eindig je ook het gebed. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Hij zei. Wa khitamuhu at-taslim. Wa khitamuhu at-tahrimuhu at-takbir. Wa tahliluhu at-taslim. Wa tahliluhu at-taslim. En Aisha zei. Wa kana yakhtatimu bit-taslim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam eindig dit gebed met het zeggen van Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eén keer aan de rechterkant en één keer aan de linkerkant. Fa'idha sallama qal astaghfirullah thalathan. Als hij klaar was met het salam, met het gebed, zei hij astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Drie keer. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Thumma yadhkurullah bima warad. Als je daarna verricht je de gedenken, het dhikr, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat heeft gedaan. En deze dhikr gaat de schrijver, hafidhahullah ta'ala, ook nog opnoemen in zijn boek. En hiermee is eigenlijk Sifat Salah geëindigd. Hiermee is er bij een einde gemaakt aan Sifat Salah ten Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei, ayyuhal muslim, هذه جملة مختصرة في صفة الصلاة حسب ما ورد في النصوص فعليك أن تهتم بصلاتك غاية الاهتمام وأن تكون صلاتك متفقة حسب الإمكان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول. De schrijver, hafidahullah ta'ala, eindigde dit onderwerp. Hij zei, dit is een beknopte beschrijving van het gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zoals deze is overgeleverd in de bewijzen, zoals de bewijzen hierop duiden. Hij zei, en wees of laat je, of zorg ervoor dat jouw gebed, en je lijkt op het gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoveel mogelijk lijkt op het gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft in de Koran gezegd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor ons het beste voorbeeld is. Dat gaat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawm al akhir wa dhakara allaha kathira. Zullen we verder gaan of hier eindigen? Ja? Stoppen, Jani? Ja? Tayyip. Tot dan, vraag nummer 1. Twee kleine korte vragen. Je zei net van, niet gebeurt tijdens een rokken, zeg maar tussen de rokken. Ik was van, beschrijf het gebed van de profeet, zeg maar. Ga je soms eerst zijn handen opnieuw, dan zou je toch zeggen dat het tijd is voor. Nou, welke? Naar boven bedoel je? Juist, dat hij dan eerst zijn handen opnieuw, dus in de rok was, toepassen. Sahih. Yani, sommige geleerden hebben gezegd van dat het ook toegestaan is, yani, om tekbier te doen. Zittend, yani bij het terugkomen van of na het tashahud dat je ook zittend tekbir mag doen. Sommigen hebben dat gezegd, maar niet iedereen. Sommigen zeggen van dat je pas omhoog, als je omhoog bent, dan pas dat je dat zegt. En ik herinner me geen bewijs, yani duidelijk bewijs waarin staat yani dat je zeg maar tekbir mag doen en je zit. Maar wat wel is overgeleverd, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam soms tekbier deed en dan pas ophef, zijn hand ophief. Of dat hij eerst zijn hand ophief en dan pas tekbier deed. Of tegelijk. Yani, of tegelijk. Maar de geleerden zeggen dit. Ze zeggen van dat tekbier, dat de plek van het tekbier, dat moet tussen de twee rokken zijn. Dat de plek is waar je tekbier moet doen. En niet, yani, dat is geen dhikr voor de rokken zelf. De rokken heeft zijn eigen dikker.
En als je van de rukken weggaat naar de volgende rukken, dan zeg je deze dikker, Allahu Akbar. Dat die dikker daar tussen moet plaatsvinden, zonder dat te verlengen. Allahu Akbar, dat niet. Maar dat je dat moet doen wanneer je vertrekt. Allahu Akbar. Nou. Vraag, is het beter dat je inderdaad, dat je, zeg maar, als je die rusthouding hebt genomen, nadat je van de sujoed bent gekomen, is het beter dat je dan na die rusthouding, zeg maar, Allahu Akbar zegt, om te voorkomen dat mensen, zeg maar, niet eerder dan bij jou staan, bij de tweede houding, bij de tweede staan? Ja, nu, dus je komt van die tweede sujoed, je gaat even zitten. Tweede sujoed? En dat je, bij de eerste, na de eerste rak'a? Ja. Nou. Je gaat nu twee keer sujoed. Nou. De lijst van de sunnah, wat jij bezeld hebt, gaan zitten. Nou. Als je vervolgens dan omhoog gaat, is het dan beter als je dat na die istiraha dat zegt? Of? Nee, als je opstaat, als je je hoofd opheft, als je je hoofd van de sujoed haalt, kun je wel zeggen Allahu Akbar, en je zit heel kort en je gaat omhoog. Ja, om te voorkomen dat als je het gebed leidt, dat er mensen allemaal eerder jou gaan staan, terwijl je nog in die istiraha aan het opkomen omhoog. Nou. Kan. Zolang je niet niet boven bent. Heb je de tijd om sujoed om tekbir te zeggen? Nou, mag je. En in welke houding mag je dan je handen opheffen na de eerste teshahud? Zeg maar, je hebt Allahu Akbar gezegd. Moet je dan pas wachten tot je bent opgestaan? Of moet je, dat hebben we net gezegd. Sommige geleerden zeggen van je mag kiezen. Je mag zowel je handen opheffen wanneer je zit, wanneer je klaar bent met teshahud. Je zegt Allahu Akbar en dan sta je op. Sommigen zeggen, nee, alleen maar als je opstaat. Yani wanneer je in staande houding bent, dan pas zeg je dat. Ja, mag je. Nee, afwisselen. Ja, tijdens de shahud is het beter om af te wisselen, want beide vormen zijn overgeleverd. Dus dan kun je beter afwisselen. Nee, maar eigenlijk. Wie? Voor wat? Nou, deze zaken, daar is wel een meningsverschil over van geleerden. Maar wat heel veel geleerden zeggen, zeggen van als de imam die zitting doet, de istiraha doet, als de imam het doet, dan volg je hem daarin. Dan doe je het ook. Als hij het niet doet, dan doe je het ook niet. Ook al ben je van mening dat het sunnah is, dan doe je het ook niet. Want je volgt de imam. Ja, en het volgen van de imam is verplicht. Mutaba'at al-imam is verplicht en het gaat voor het uitvoeren van iets wat mustahab is, zoals deze jasr istiraha. Dus als de imam dat doet, doe je het ook. Als de imam dat niet doet, doe je het ook niet. Wanneer je hem volgt, hè, wanneer je achter hem bidt, dan kan iemand zeggen misschien, ja, maar hoe weet ik of die imam het doet of niet doet? En als je weet dat hij het niet doet, doe je het ook niet. Je volgt dan de imam. En als je weet dat hij het doet, doe je het ook. Maar bijvoorbeeld als je niet weet, hij doet of hij doet niet, dan doe jij gewoon wat jij doet. Dan doe je het gewoon wel. En sommige geleerden zeggen van dat die imam, zoals van Sheikh Al-Albani heb ik een keer gehoord zeggen, hij zei dat die imam, dat moet iemand zijn die ook de sunnah volgt. Die moet houden van de sunnah en toch die andere mening heeft. Bijvoorbeeld Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah, en hij laat zeggen, hij is van mening dat niet, dat geen sunnah is. Als wij achter hem zouden bidden, dan zouden wij het ook niet doen. Omdat hij, mujtahid is. En hij is van mening dat het niet geen sunnah mutlaq is. Zodat het ook, dat is ook mening van heel veel geleerden. Zoals Imam Ahmed en Imam Malik. En Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Heel veel geleerden zeggen dat het gewoon sunnah is. Alleen als het nodig is. En anderen zeggen weer dat gewoon dat het sunnah is. Zoals Sheikh Ibn Baz, rahimahullah. En Sheikh Al-Albani. En andere geleerden. Maar als de imam het niet doet, doe je het ook niet. Als de imam het wel doet, doe je het ook. En als je alleen bidt, dan doe je het gewoon. Ja. Maar op die tashahud, je zei van of je maakt het zin, of je maakt het thuis en dan beweeg je het thuis. Ja. Lekker, ik had volgens mij een keer een filmpje van Sheikh Fawzan. Zijn mening, ik weet niet of ik het heb begrepen, dat zijn mening was om juist stil te houden. Stil te houden? Dus helemaal niet. Ik weet niet of dat het. Allahu a'lam, wat mening is van Sheikh Salih Al-Fawzan. Maar ook over deze mes'ala is veel. Is een mening. Daar zijn meningen over. Onder andere wat bekend is. Een mening van Sheikh Mughbil. Rahimahullah.
الشيخ مقبل يعني دي فكلارت ان 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 اوف ليفرينج زفك بعدين ستارت ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم سطرفا كان يشير بها كان يحركها يدعو بها كان يحركها يدعو بها الشيخ مقبل زفت فان ديز زياده يحركها هذا الشاذ يعني الشاذ بتكتب فاز ضعيف طيب الشيخ الالباني هيف ديز زياده صحيح في كلارت هذا فان ديز زياده سخون صحيح دس يحركها اي بفوخم اوك En daarover is die verschil. En in andere, ook een andere overlevering verschillen ze over. Waarin staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Yani, kana, yani, yushiru biha. Wa la yuharrikuha. Of zoiets. La yuharrikuha. En Sheikh Al-Albani zegt van deze is da'if. Shad. Hij zegt van deze is weer sahih. En daar is het verschil over die twee overleveringen. Waardoor ze ook verschillen over het wel of niet bewegen van de vinger. Het wel of niet bewegen van de vinger. En sommige geleerden zeggen van je beweegt hem bij het dua. Dus wanneer je zegt van Ashhadu an la ilaha illallah. Of wanneer je dua doet in het gebed. En Allahumma inni a'udhu bika min 'adhab al-qabr. Of andere. Dan beweeg hem. En anders yani, hou hem stil. Dus baseert zich op die hadith. Kana yuharrikuha yad'u biha. Yani, tijdens dua alleen zeggen ze dan. En sommige zeggen van het begin tot het eind. Want tashahud helemaal is eigenlijk dua. Dua yani, mas'ala. Of dua ibada. Yani, ala kulli hal. Yani, wat iemand... het meest juist lijkt neemt hij in praktijk wat mij het meest juist lijkt is gewoon dat je dua, dat je gewoon beweegt van begin tot eind net zijn hem ze waren wel lang ja naam sommigen hebben het gezegd sommigen zeggen dat ze baseren zich yani, op deze op hadith yani, kan yuharrikuha yad'u biha yani, pas bij het tashahud yani, ik heb ook geleerd gezien of gehoord die dat zeggen bij het tashahud dacht hij van hou je hem omhoog en bij het dua hou je hem ook omhoog zo zeggen yani, een aantal geleerden zeggen dat ook dus ik heb nog één korte vraag omdat ik schaam een beetje met stem maar wat is zo'n Sunnah mutlaqa yani, mutlaq betekent eigenlijk gewoon dat het gewoon sunnah is yani, in elke situatie zeg maar algemeen sunnah algemeen je hebt sunnah yani, muqayyada dat het wat sunnah is maar bij bepaalde situaties alleen bij bepaalde situaties is het sunnah zoals ze hebben gezegd bijvoorbeeld bij jesse istiraha sommigen hebben gezegd bijvoorbeeld dus, yani, de mening van de meeste geleerden eigenlijk van het jumhur hun zeggen van dat het sunnah is want het is overgeleverd in hadith Malik ibn Huwairith Maar Malik ibn Huwairith is pas naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam gekomen in de tiende jaar. Yani op het einde van zijn leven. Op het einde van zijn leven is hij pas naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam gekomen en heeft hij die hadith overgeleverd. Hun zeggen hij heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani, op later leeftijd gezien. Toen hij oud was geworden en zwaar was geworden. En toen heeft hij het gedaan, zeggen ze. Want Malik ibn Huwairith is eigenlijk een van de weinigen die het heeft overgeleverd, deze just istiraha. En dan zeggen ze van, yani van als iemand oud is en hij heeft het nodig, dan doet hij het. Dit noemen ze sunnah, yani muqayyada. En anderen hebben gezegd van, yani hij is overgeleverd. En dat hij pas aan het einde van zijn leven is gegaan naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij heeft het toen gezien. Betekent niet van dat hij het daarvoor niet heeft gedaan. Ten tweede is het eigenlijk alleen maar sterker. Omdat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft op het einde van zijn leven zo gebeden. Yani, dus dat betekent van dat het niet zeg maar mensoeg is of iets anders. Wallahu a'lam. Waar het om gaat is als er een overlevering is gekomen, dan al asl is dat het gewoon sunnah is. Dat is al asl, dat is de regel. En iemand die zegt van ja, je moet het specifiek voor die situatie, moet hij eigenlijk yani, sterke bewijs hebben. En hier is die bewijs, yani, lijkt mij niet echt zo sterk. Wallahu a'lam. Ja. Dus algemeen gewoon. En als bijvoorbeeld zeg maar in de moskee is zeg maar hou je zeg maar voorwaarts aan dat de persoon het gebed mag. Dus naam, naam. Van de reciteren en de qua akhlaq en dat soort dingen. Mag gewoon iedereen doen. Naam, de profeet wie voorrang krijgt in het gebed,
is zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Azaya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Dus als eerste wordt gekeken naar wie de meeste Koran kent. Wie de meeste Koran heeft gememoriseerd. Yani, zo iemand krijgt voorrang in het gebed. Taba'an, als er geen imam is. Als een moskee een vaste imam heeft. Dan heeft hij het meest recht op. Yani, dan is dat zijn plek. En dan mag niet iemand zeggen van ja maar ik ken meer dan hem. En ik ga op zijn plek. Of ik ga. En ik heb voorrang. Ja, we hebben het over van als er mensen bij elkaar zijn gekomen. En niemand van hun is een vaste imam. Dan heeft degene die het meest Koran kent. Die heeft voorrang op een imam. Zo iemand heeft voorrang op een imam. En hij heeft, yani, hij heeft voorrang op anderen. Omdat hij meer kent. Als ze gelijk zijn, als die mensen gelijk zijn. Dan wordt er gekeken van wie heeft meer kennis van de sunnah. En van het hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Of af het algemeen meer kennis. En als ze nog gelijk zijn, dan kijken ze naar, naar leeftijd en dergelijke. Maar de algemene regel is van de meeste Koran. De meeste Koran. En natuurlijk, zo iemand moet ook daarnaast, hij moet ook natuurlijk yani, kunnen reciteren. En hij moet daarnaast ook yani, kennis hebben van het gebed. Hij moet wel weten van hoe hij het gebed moet leiden. Of als hij bijvoorbeeld een fout maakt. Hij moet yani, de ahkam ook kennen van een imam. Als hij bijvoorbeeld yani, een bepaalde fout maakt, hoe hij het moet corrigeren en dergelijke. Zo iemand heeft voorrang op anderen. Op anderen. En sommige leiders hebben gezegd van, yani, اقرأهم لكتاب الله. Het betekent niet van wie de meeste Koran kent. Maar betekent eigenlijk wie de meeste kennis heeft van de Koran. Wie de meeste kennis heeft. Dit is een andere, yani een andere interpretatie van de hadith. Wie de meeste kennis heeft, die krijgt yani, voorrang op, yani, op de ander. Maar sowieso geef je geen voorrang aan iemand bijvoorbeeld die een fasiq is. Of bijvoorbeeld mubtadi'. Zo iemand geef je geen voorrang, ook al kent hij veel Koran. Zo iemand krijgt geen voorrang. Want imam het al-fasiq, yani, hij hoort geen imam te zijn. Iemand die zondaar is of mubtadi' is. Die moet niet aan die mensen, die moet niet voorgaan in het gebed. En wat ik me een keer herinner, dat iemand dat een keer zei, dat in de tijd van de Hajj, of in de periode van de Hajj, waren in de tijd van Sheikh bin Baz en Albani, waren ze bij elkaar in Minen. In de tenten van Minen, tijdens de dagen van de Hajj. Sheikh bin Baz en Albani en Sheikh bin Uthaymin, rahimahumullah, rahimahumullah. En ze waren bij elkaar en ze gaven yani, lezingen en fatawa en dergelijke. En Sheikh bin Baz yani, was eigenlijk zeg maar, een soort de voorzitter. En als ze vragen kwamen, gingen ze of naar de Sheikh Albani of naar de Sheikh Ibn Uthaymin. En hij antwoordde natuurlijk ook gewoon zelf vragen. Maar toen het gebedstijd aanbrak, toen de gebedstijd aanbrak, yani, dachten ze van wie gaat er bidden van hun? Wie krijgt voorrang yani, in het gebed? En tabaan, de ene duwt de ander naar voren of geeft de ander voorrang. En toen zei Sheikh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, hij zei tegen Sheikh al-Albani, hij zei van, amma al-qira'a, wat betreft yani, reciteren en Koran, fanahnu fihi sawa, wij zijn daarin gelijk. Yani, ze kenden allemaal, yani, het Koran waren ze gelijk in, want ze kenden allemaal het Koran. Hij zegt, amma sunnah, fa anta a'lamu minna. Want de profeet zei van, ya ummul qawmu, aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa, fa a'lamuhum bis sunnah. Hij zei van, amma sunnah, jij hebt meer kennis van mij dan over dan ik. Je hebt meer kennis dan ik. Wat betreft yani, sunnah hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Yani, dus met andere woorden, degene die het meest kennis heeft, of de meeste Koran kent, die krijgt voorrang. De meeste Koran kent voorrang. En daarna wordt gekeken naar de kennis, wie de meeste kennis heeft. Maar met uitzondering, zoals ik net zei, als iemand een zondaar is of een mubtadi' of zo, die krijgt geen voorrang. En die mag niet yani, het gebed leiden. En degene met het meeste Koran krijgt ook voorrang als het gaat om begraven. En in de tijd in Ma'arakat Uhud, de slag van Uhud, toen de Sahaba, toen er heel veel Sahaba zijn vermoord, yani, doodgegaan, gemarteld, of toen ze als martelaar zijn gestorven, onder andere Hamza en andere Sahaba. En die 70 Sahaba waren toen gesneuveld. Toen ze hun gingen begraven, gingen ze yani, meer als één in één graf doen. En degene die het meeste Koran kende, die kreeg voorrang. Degene die met het meeste Koran, die kreeg voorrang op de ander. Die kreeg voorrang op de ander. Dus degene met het meeste Koran krijgt voorrang in het leven. En ook als hij dood is, krijgt hij ook voorrang. Doordat hij als eerste wordt gestopt yani, in de graf. Wallahu ta'ala a'lam. Abdeljalil. Je intentie is dat ook als je zeg maar onderweg bent naar de moskee,
gaan bidden. Is dat al je intentie of wil je echt voor dat je klaar staat om te gaan bidden? Naam, intentie. En intentie, zoals ik zei, dat is iets wat in je hart is. Iets, yani de plek daarvoor is het hart. Yani je weet van, je gaat nu gebed verrichten, je gaat de dhuhr. Je bent je aan het voorbereiden op het dhuhr. Dat heb je, een soort afspraak die je met jezelf maakt. Tayyip, dat doe je altijd eigenlijk. En wanneer je loopt naar de moskee, heb je dat. En wanneer je staat in het gebed, heb je dat normaal gesproken ook. Dat is er gewoon. Maar laten we zeggen van, dat je net voor het gebed dat niet hebt gehad. Ja, je had niet de intentie van ik ga bidden, maar je bent in het gebed. Nee? En tijdens het gebed kom je erachter van, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ben ik door aan het bidden of laatste? Ja, je hebt in principe, je herinnert je geen intentie, laten we zo zeggen. Je bent het vergeten. Maar tijdens het gebed denk je na. Laten we zeggen, het is tijd van het dhuhr. Je denkt van, is het nou het dhuhr of al-asr? Je bent al bezig. Geleerd zeggen van, zolang je geen verkeerde intentie hebt, bijvoorbeeld je hebt geen intentie van al-asr, dan heb je gewoon intentie van het dhuhr. Want dat is al-fard al-waqt. Deze waqt is waqt al-dhuhr. Maar als je echt de intentie had genomen van al-asr, terwijl het dhuhr is, dan moet je uit je gebed gaan. En dan moet je opnieuw je intentie nemen en je gebed opnieuw doen. Tayyip? Dus zolang je geen verkeerde intentie hebt genomen, heb je gewoon de intentie van de tijd. En de tijd is het dhuhr. Gelas? Ja, mag je. Kort of lange? Naam. Naam. Op dat moment ben je te laat, dan is het niet jouw laatste te schelen. Kan je dan ook gewoon je dua vermeden of moet je... Wallah, het verrichten van het dua en het zoeken van toevlucht dus, tegen de vier zaken is in de laatste tashahud. En dit is niet jouw laatste tashahud. Deze tashahud doe jij alleen maar om de imam te volgen. En dan doe je hem niet. Je doet de laatste, in de laatste tashahud. Doe je pas die extra ad'iya. Wallahu a'lam. Ja? Als je klaar bent, bedoel je? Als je klaar bent met tashahud, staat Ibrahim, ja? Stop je. Dan stop je gewoon. En het tweede? Die, als hij openlijk zondaar is. Als hij gewoon openlijk zondigt gewoon. En je ziet het gewoon. Zo iemand hoort niet naar voren dingen. Sommige geleerden, ze verschillen over van Salat al-Fasiq. Of Imam al-Fasiq. En in het boek van Fiqh wordt deze onderwerp behandeld. Een Fasiq, een zondaar. En mag hij imam zijn of niet? En is zijn imam geldig? Als hij imam is, is dat geldig of niet? En wat ik me kan herinneren is dat sommige geleerden, volgens mij Imam Ahmed, die zegt dat zijn, of Madhab Ahmed, dat zijn imam, niet, zeg maar zijn dinges, zijn functie als imam, niet toegestaan is, gewoon verboden is. Hij mag niet, yani, als imam in het gebed gaan. En dat het zijn salah niet geldig is, als hij imam is. Maar sahih is dat zijn, dat het gebed wel geldig is, want als het gebed voor hemzelf geldig is, dan is het gebed ook geldig voor anderen die achter hem bidden. En het gebed voor hemzelf, als hij alleen zou bidden, niemand zegt dat zijn salah batil is. Dus ook als hij imam is, is zijn salah gewoon sahih. Zolang hij zich gewoon aan de voorwaarden voldoet en aan de pilaren en dergelijke. Maar hij hoort niet yani, naar voren gehaald te worden als imam. Fasiq. Nou, mag je. Naam. Yani, waar hebben het hier over als je iemand yani, gaat kiezen als imam? Dan kies je niet zo iemand. Naam. Zo iemand moet eigenlijk yani, juist. Mensen moeten juist zeggen van hij moet juist niet gekozen worden. Hij hoort juist geen imam te zijn. Maar nogmaals, als hij de imam het gebed zou leiden, is het gebed gewoon geldig. Maar bij het kiezen van een imam hoort geen fasiq gekozen te worden.
of mubtadi'. Ook bij het kiezen van een leider, een echte leider, hoort er ook geen leider te gekozen worden die fasiq is. Maar als hij uiteindelijk toch leider is, hij is gekozen, glas. Dan gelden gewoon de regels dat je moet gehoorzamen. Fasiq is zondaar. Zondaar niet eigenlijk. Nee, dat is munafiq. Nee. Nee, mag je. Bij het dhuhr? Ja. Ja. Nee, de broeder vraagt van als je te laat komt voor salat, bij het dhuhr bijvoorbeeld, en je hebt maar één rak'a met de imam gehaald. Eén rak'a. Dus je moet nog drie inhalen. Hoe haal je die drie in? Moet je eerst twee bidden en dan op het einde één? Of hoe haal je die drie in? Die laatste drie die haal je in op de volgende manier. Je doet nog één rak'a erbij. Je doet één rak'a erbij. En dat is jouw tweede rak'a dan. Want eentje heb je gehaald met de imam. En dan haal je nog eentje erbij. En dan heb je twee rak'a's gebeden. Toch? En na tweede rak'a, wat heb je dan normaal gesproken? Tashahud. Dus dan ga je weer zitten voor tashahud. Tayyib. Doe je tashahud, tahiyya. En dan sta je weer op. En dan haal je twee rak'a's. Dan nog twee rak'a's haal je nog in. En dan doe je laatste tashahud. En dan ga je uit het gebed. Yani, je moet het zo zien. Datgene wat je met de imam haalt, dat is jouw eerste gebed. Zo moet je dat zien. Jouw eerste rak'a, ja. En dat, het begin van jouw gebed. Het begin van jouw gebed is datgene wat je met de imam haalt. Imam bijvoorbeeld, je haalt de laatste rak'a met de imam. Maar dat is jouw eerste rak'a. En daar moet je op bouwen. Heb je het begrepen of... De tweede, nogmaals, yani wat je hebt gehaald met de imam, moet je zien als jouw eerste rak'a. En dan haal je nog één rak'a erbij, met surah en fatiha. Want zo hoort eigenlijk een rak'a te zijn. De tweede rak'a van het dhuhr, met surah en fatiha. En dan doe je het tashahud, het tahiyya. En dan sta je weer op. En dan haal je nog twee rak'a met alleen maar surah, zonder fatiha. En met alleen maar fatiha, zonder surah. Zonder surah. En zo doe je met elke ander gebed. Met Maghrib ook. Laten we zeggen, als je met Maghrib en één rak'a hebt gehaald. Één rak'a hebt gehaald met de imam. Tayyib. Dan sta je op. Bid je nog één rak'a. Hard op. Met surah. Met fatiha en surah. Dat is jouw tweede rak'a. Want tweede rak'a van Maghrib normaal gesproken. Is hard op. Met fatiha en met surah. Tayyib. Eén rak'a en dan ga je tashahud doen. En dan sta je weer, na tashahud sta je weer op. En dan bid je nog één rak'a met alleen maar surah en zachtjes. Met alleen maar fatiha. Met surah de fatiha. Alleen zachtjes. En dan doe je het taslim. Andere woorden, dan heb je drie keer tashahud gedaan. Eén keer met de imam. En twee keer voor jezelf. Drie keer. Bij elke rak'a doe je dan tashahud. Maar de eerste tashahud, die doe je alleen maar om de imam te volgen. Naam, achterin en daarna. Zeg maar, ze zijn helemaal klaar met het gebed. En je bent met een vriend naar binnen gekomen. Mag je dan het gebed samen met z'n tweeën doen? Of moet je het allebei apart het gebed doen? Naam, die broeder vraagt over als iemand de moskee binnenkomt. Met z'n tweeën of met z'n drieën. En het gebed is voorbij. Het gebed is voorbij. Ze hebben niets gehaald. Ja, toch? Ja. Het gebed is voorbij. Hoe moeten ze bidden? Ieder apart, ieder voor zich. Of samen, yani samen, bijvoorbeeld samen, jama'a bidden. Deze, yani, mes'ala, geleerden verschillen hierover, over van hoe je moet bidden, alleen of samen. Sommigen zeggen van, ieder bidt voor zichzelf. En anderen zeggen van, je bidt samen. Yani je bidt samen, jama'a, zodat je ajr hebt van een jama'a, zolang je dat niet met opzet doet. Met opzet, yani, van dat je opzettelijk dat doet. Je denkt, weet je wat, we zijn toch met z'n drieën. Van maak je niet druk, yani, wij bidden wel samen als we niet halen, dan doe je rustig aan. Dan niet, dan heb je yani, geen ajr van een jama'a. Maar als je yani, jezelf inspant en je komt de moskee binnen en ze zijn klaar met het gebed, dat kan soms voorkomen.
met soms met druk op de verf of iets anders. Dat kan soms voorkomen. Dan kun je jama'a bidden. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam had gebeden met de sahaba salat al-fajr. En toen ze klaar waren, kwam er iemand binnen. Het was te laat. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen de sahaba die aanwezig waren: wie geeft zijn broeder sadaqa? Wie wil sadaqa geven? Met andere woorden, wie wil met hem samen bidden, zodat hij ajr krijgt van de jama'a. En iemand had met hem samen gebeden. En dit brengen ze als bewijs dat het toegestaan is om een jama'a te bidden na de andere jama'a, zonder dat met opzet te doen. Zonder daar opzettelijk splitsing in, voor splitsing te zoeken. Naam, als dat gebeurt met opzet, is dat niet toegestaan. Want dat is splitsing, voor splitsing zorgen. Met opzet. Als iemand daar opzettelijk dat doet, of hij wil niet met de imam bidden, met de jama'a bidden, en hij doet andere jama'a, dat is niet toegestaan. Maar, en nogmaals, ik zei net van, sommige geleerden zeggen van, wat er ook gebeurt, als je te laat bent gekomen, doe je geen jama'a. Doe je maar, of het bidje, bid iedereen voor zichzelf. Ook al zijn ze met een groep. Onder andere, van deze tijd, wat ik weet, is dat Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dat ook zegt. En hij heeft daar ook bewijs voor, athar van Sahaba. Als ze tarawih aan het bidden zijn, wat ga je dan doen? Ga je dan naar huis dan het gebed doen en dan terugkomen? Nee, als tarawih bidden, dan is het makkelijk. Dan kun je gewoon met hun, met de intentie gaan. Bijvoorbeeld, je moet nog Isha bidden, dan heb je de intentie en je bidt met hun. Nee, mag je. Ja. Laatste twee. Is het sunnah om een gofijn te bidden? Sunnah? Sunnah om in een gofijn te bidden. Doe je de vraag of het sunnah is om een gofijn te bidden? Leren, ja. Deze? Ja. Nee, het is geen sunnah om een gofijn te bidden. Je mag bidden met sokken of met gofijn, of je mag bidden met blote voeten. Okay. Dus je kan ze wel aandoen in het gebed, maar dan zonder te denken dat het sunnah is? Nou. Om in te bidden, is niet overgeleverd dat het sunnah is om te bidden in Gofeen. Tenzij je bijvoorbeeld buiten bent, en je bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld je schoenen wil bidden, dat is wel sunnah. Als je bijvoorbeeld buiten bent en je wil je schoenen bidden, dan is dat is sunnah. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei sallu fi ni'alikum. Hij zei sallu en bid in jullie schoenen. Dus je hoeft niet je schoenen uit te doen om te bidden als je buiten bidt. Maar als je een moskee binnenkomt en de moskee is natuurlijk nu bekleed met tapijt, dan doe je de schoenen uit. Nou, broeder, de laatste vraag. Als je binnenkomt bij de laatste tashahhud, heb je dan ook die raka gehad? Als je binnenkomt bij de laatste tashahhud? Dat is bezig met tashahhud. Nou. Heb je die raka gehad? Nee, nee. Broeder vraagt, als je binnenkomt en de imam is in de laatste tashahhud, heb je dan die raka gehaald? Nee, raka heb je niet meer gehaald, want raka haal je als je ruku' hebt gehaald. Als je record hebt gehaald en je met de imam, dan heb je die rak'a gehaald. Maar als je geen record hebt gehaald en hij stapt terug van record of bij in qiyam of in sujud of in tashahud, dan heb je geen rak'a meer gehaald. En dan moet je het gebed gewoon, moet je met de imam afmaken. En daarna een beetje gewoon het gebed. Gewoon, je staat op en je maakt het af. Je maakt het wel af. Maar het is wel aanbevolen of sunnah om met de imam binnen te komen. Als de imam, ook al is de imam in tashahud, dan ga je toch het gebed binnen. En dan ga je naar binnen zoals de imam is. En daar maak je met hem af. En je volgt daarna. Je maakt daarna je gebed af. En je gaat niet wachten van tot hij klaar is. Assalamu alaikum. En dan ga je voor jezelf bidden. Nee, je gaat gewoon naar binnen. Je begint met de imam. Je volgt hem. Ook al is hij helemaal op het einde. Je volgt hem. En daarna maak je het gebed af. Wallahu ta'ala alam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.